In 100 jaar is er heel veel gebeurd. Er zijn grotere gebouwen gekomen, er zijn andere directeuren gekomen, nieuwe media erbij gekomen. Maar één ding is eigenlijk belangrijk gebleven en dat is het boek. Dat is nog steeds het belangrijkste deel van ons werk. We hebben een heel vol programma, dus ik wil heel graag verder gaan. En ik geef het woord aan Gert-Jan Zweep, onze directeur van nu. Goed. Dichter bij het gevoel om bang te zijn, zal ik in mijn leven verder niet komen. Ik wil jullie in ieder geval allemaal hartelijk welkom heten bij de opening van de feestweek. In de eerste plaats zijn wij natuurlijk bijzonder blij en trots met de stadspenning en de koninklijke erepenning, waarvan ik het idee heb dat die zo dadelijk aan ons verleend gaan worden. Natuurlijk vonden wij wel diep in ons hart dat we die verdienden. Maar het is toch eervol om zo in een zonnetje gezet te worden. Dat overkomt je ook niet alle dagen. 100 jaar is een hele eerbiedwaardige leeftijd. Dat zou je zonder meer kunnen zeggen. Je wordt ook een beetje onbescheiden van, want je weet al welke cadeaus je gaat krijgen aan het eind van de toespraak. En eerbiedwaardig, dat is natuurlijk ook niet alleen de leeftijd, maar ook de voorziening die de bibliotheek is. Een bibliotheek is een eerbiedwaardig instituut. Een instituut ook dat met zijn tijd meegaat. En dat moet ook wel, omdat lezers, leners, gebruikers van die bibliotheek, bezoekers van die bibliotheek ook veranderen. Want je kunt hier allang niet meer alleen boeken lenen, maar ook cd's, dvd's, games, het is net al even gezegd. Je kunt je hier laten scholen in digitale vaardigheden. Je kunt hier als het ware de sleutel vinden om deel te nemen aan de samenleving. En het is een grote eer om die koninklijke erepenning uit te mogen reiken. En ik vraag de heer Zweep naar voren te komen om die van mij in ontvangst te nemen.